dames en heren, jongens en meisjes, vandaag zijn we hier met een fantastisch leuke video. Wat ik vandaag ga doen, is dat ik 10 YouTubers 100 euro ga geven om een cadeau voor mij te kopen. En ik heb geen idee wat het is, dus het kan echt van alles zijn. Het kan leuk zijn, het kan ook zeker niet leuk zijn. Ik heb het idee volledig gestolen van Boas. Zijn link zal in de beschrijving staan. Boas stuurt in mijn naam een bericht of ik voor hem een cadeau kan kopen voor 50 euro. Ha! Ik doe voor 100. Jawel, jawel, jawel. En nog eens 10, dus totaal voor 1000 euro aan cadeaus ga ik krijgen. Dat is wel vrij ziek. De YouTubers die ik ga vragen om mee te doen, is nog maar de vraag of ze mee doen. Als jullie niet meedoen, heb ik wel je naam, dan doe je niet mee. Dus als ik straks geen cadeau heb gekregen van iemand, dan weten jullie wie er weigerde mee te doen. Hanwee, Bram Krikke, Marije Zuurvat, Stefan de Vries, Dutch Performante, Dylan Hagen, Jeremy Vriezer, JJ Boske, QC en Royalistic. Ik denk dat iedereen mee gaat doen. Ik denk alleen dat JJ gaat zeggen, wat een stom kinderachtig idee. Nou, dat klopt, maar ik hoop wel dat hij meedoet. Ik ga ze nu allemaal een berichtje sturen met... Yo man, ik heb een vraagje. Zou je voor mij een cadeau kunnen kopen van 100 euro? Ik stuur je een tikkie en het moet naar het adres wat je nu gaat sturen. Zou het top zijn als je mee wilt doen. Doei! Ik ben benieuwd wat ik binnen ga krijgen en ik zie jullie als alle pakketjes binnen zijn. Dames en heren, jongens en meisjes, ik denk dat ik heb een paar cadeaus al binnengekregen, wat helemaal leuk is. Nou, heb ik voor... Ik had dus ook aan Shahid gevraagd, kan je mij een cadeau sturen? Hij zei van ja, is goed, kom vanavond binnen. Dus ik dacht, hoe kan nou een cadeau vanavond binnenkomen? Nou, ik weet nu waarom. Hij heeft voor 100 euro aan sushi besteld. 100 euro? We zijn ook met z'n tweeën. Ik heb ook een voice memo van Shahid. Lekker man. Dames en heren, jongens en meisjes, de cadeautjes zijn binnen. Ja, 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 kijk hier. Oh my lord, wat een enorme cadeaus. Jezus, en groot ook. Je zou denken, je hebt een sponsor met bol.com. Nee, dat niet. Oké, okay, kleine samenvatting. Ik weet dat er 3 mensen zijn die 2 cadeaus hebben gestuurd. Tenminste, dat denk ik. En één iemand heeft geen cadeaus voor QC, man. Ik dacht dat we vrienden waren, man. In ieder geval, dit zijn alle cadeaus. Ik ga ze allemaal openmaken. Bij sommige heb ik wel een vermoeden dat erin zit, maar weet ik het niet. En bij de meeste heb ik echt geen flauw idee. Gaan we van klein naar groot. Oké. Nou, dit is een ding van bluedwarfs.com. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb trouwens een mooi mes. Kijk, en mijn naam erop. We hebben een echte man als je mes hebt met je naam erop. Het is echt de koffer van een drillrap. Dat je zo dat mes houdt, koe van heest in jezelf. Ze kennen mij niet, ze kennen mij niet. Nou, gaan we eens even kijken wat erin zit. Geen stront, alsjeblieft. Ah, buurman en buurman. Als kleine mini-poppetjes. Kijk, verwikkeld in houdbaarheidsfolie. Kijk eens aan, buurman. En uiteraard, buurman. Helemaal tof. Je draait ze om, je hebt ze omgedraaid. Wat dan? Het is andersom, dus buurman en buurman. Het eerste cadeau zijn 2 fantastische, nou ik moet toch wel zeggen, hoge kwaliteit poppetjes van buurman en buurman. Ik heb geen idee van wie het is, maar ik zal bij elke doos ook van tevoren erin zetten van wie het is. Dus dan zien jullie wel wie het is, met een hoofd erbuiten. Ik ga je na natuurlijk vragen van wie is alles. Maar eerste cadeau, buurman en buurman. Zeer leuk, zeer leuk, zeer leuk. Het volgende cadeau, zo! Zwaar. Laten we maar gaan kijken. Hartstikke idee. Oh, het zit ingepakt. Oké. Oké. Het is ook zwaar, jongen. Een soort goudblok. Het is dus parfum, wat ik heel erg leuk vind. Maar het gaat met name op een plaatje aan de voorkant. Dat is namelijk Yes Hair. Wat een fantastisch goed cadeau, zeg. God, en wat is die gespierde Yes Hair? Ongelooflijk. Nou, deze... Ah, even, toch even ruiken hoe die ruikt. Ik dacht al toen hij hier was, wat rook hij lekker. Nou, nu weet ik waarom. Lijkt een beetje naar... Ja, dit is... Lijpe mokro flavor. De volgende is deze. Nou, hier staat op. Oh! Dumbbell set 20 kilo, 2 keer 10 kilo. Maar je weet natuurlijk niet wat het is. Nou, super bedankt voor de sportartikelen. Oh, die gaan we zeker gebruiken. Een buttplug. What the fuck? De volgende. Hier een cadeau. En er staat op. Cadeau. Cadeau. Zo. Nou, een bananenlamp. What the fuck is dit? Ik krijg nou wat. What the fuck is dit? Oh, oh. Oh, nou, dit lijkt... Nou, ik moet zeggen, het is echt wel een mooie bananenlamp. Kijk. Ja, wat een goede bananenlamp. Wat een goede bananenlamp is dit, zeg. Wat een schitterende bananenlamp. Dankjewel voor de bananenlamp. We hebben hier een cadeau van XXL Nutrition. Ik hoor dat dit van Jay is, wild rokje. Ik weet dus dat Jay zijn eigen supplement heeft. En het zal me toch niet verbazen als dat hierin zit. Ja, ja, ja. Wat een unit, jongen. Normaal alleen voor topsporters en mensen die hun sport serieus nemen. Maar voor jou maken we graag een uitzondering. Groetjes, Jay. De volgende. Dit is heel licht, moet ik zeggen. Oh, jee. Wat de fuck is dit nou weer? Tandoe-grote Nerf-ultra. Yes! Yeah! Yeah! Jullie zijn tandoe-harte lul. 36 meter, hè? Een Little Light Cloud. Ja, dat is heel erg mooi. Daar zijn we super blij mee.
Is dit de film? Ik denk de film Brugklas. Echt leuk. En het beste van die SR. Ja. Nou, die ga ik keihard draaien nou, dat weet ik wel. Oké, de volgende. We hebben er nog 4. Deze is zwaar, jongen. Oh! Hoop ik ook dat er wat zwaars in zit. Stel je voor, zit niet zwaar, is wel een beetje lullig. Ik vond hem best zwaar. Waarom lach jij? Wat een zieke bom, what the fuck. Dit is niet goed. Dit is een karaoke ding. Kunnen we karaoke doen? Wat ziek. Wat een goed ding, zeg. Nou ja, dat is dus inderdaad wel een beetje zwaar. Wat een goed ding, hé. Oh, die kan je meenemen. Op rolletjes. Dit is gewoon echt een cadeau waar je iets aan hebt. Dankjewel voor degene die mij dit schitterende cadeau gegeven heeft. Oké, de volgende. Oh, dit ding is ook zwaar, jongen. Oh, bijna door de bank heen. Ach. Nee. Willem Hagen zat te denken wat hij Koen voor zijn video zou schenken. Wat geef je een jongen met ontelbaar veel geld? Die het bedrag nog steeds niet aan zijn kijkers heeft verteld. Toen wist ik wat ik moest doen. Ik geef een kaasje aan Koen. Oh, dit stinkt. Nee, het is nog niet zo'n grote kaas. Dat kan toch niet. What the fuck? Dit is zwaar, jongen. Wow! Hoe kan zo'n kaas altijd zo erg stinken? Dat snap ik echt niet. Maar dit was het nog niet. Want er zitten nog kleine tips en dingen bij. Wat is dit? Ah, bechamel saus. Oh nee, een cool pack. A cheese knife. Wat een schitterend cadeau. Maar wat een stinkende kaas, hè. Maar echt een goed cadeau. Jonge goudse kaas. Wat een schitterend cadeau. Dankjewel, Dylan. De volgende. Oeh. Dat klonk niet goed. Oké, mensen. Het volgende cadeau van deze persoon. Die ergens hier rondzweeft met een hoofd. Hatsa. Zo, kijk eens aan. De hele Harry Potter wereld in Lego. Wow. Yes. Misschien vind jij het nog leuk ook. Wat is dit dan? Oh nee. Oh, dit is wel vet. Dit is een boek. En dat kan je dan uitklappen. En dan heb je dus een les. Dankjewel voor het mooie Harry Potter Lego pakket. Erg mooi. Oké, dan hebben we nog 1 cadeau, mensen. Het allerlaatste cadeau. Dit laatste cadeau is ook van JJ, aangezien ik hier overal... Day One. Kleine Day One's dingen. Nou, ik moet zeggen, zijn hun... Het logo van Day One is eigenlijk ook echt gewoon mooi, hè? Ja, een stuk mooier dan het bankje logo. Nee, nee, nee. Nou goed, u kent het wel. Ik heb hem €100 betaald om reclame te maken op mijn kanaal. Dat is ongelooflijk. Wat een unit van een doos, man. Ik heb begrepen dat de actie bij jullie in de villa ver te zoeken is. Nou, belachelijke opmerking van JJ. Echt sporten elke dag, hè. Vandaag hebben jullie eindelijk met deze geweren ergens op kunnen schieten. Beetje actie in de tank had natuurlijk geen kwaad. Vies, stel vies peuken. Goed, JJ. Geweren? Wow. Zo! What the fuck? Wat ziek! Holy shit! Wat een unit! Het zijn er echt tandenveel! Oh, wat de fuck! Oh, met balletjes! Wat schitterend! Wat goed, zeg! En eentje in Rob's formaat. Dankjewel, jongen JJ. Echt mooi. Alle YouTubers die hebben meegedaan, dank jullie wel. Hopelijk vonden jullie dit leuk. En nu gaan we even de kaas op Rob's kamer. Wat een zware kaas! Is hij thuis, eigenlijk? Kan niet onder zijn bed, maar wel naast zijn bed. Kan makkelijk onder zijn bed. Echt? Ja. Oh, daar! Oh, ja, kom maar neer. Er ligt een kaas onder zijn bed. Er ligt een kaas onder Rob's bed. Bedankt voor het kijken, mensen. Abonneer op mijn kanaal. Ik zie je bij de volgende video. De groeten. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.